Tijdens deze video doorloop ik de 7 stappen van de ontwikkelcirkel. De ontwikkelcirkel maakt deel uit van een volledig teamontwikkelingstraject en het is een gelaagd proces van exploratie en verdieping. Die gelaagdheid wordt duidelijk weergegeven door de teamvork. Het doel van de ontwikkelcirkel is de samenwerking te verbeteren rond een bepaald thema. De eerste stap van de ontwikkelcirkel is de check-in en de focus. We gaan in een cirkel zitten en de kracht daarvan is dat we elkaar allemaal goed kunnen zien. Ik check even in met iedereen en we bepalen ook kort wat het thema zal zijn voor deze ontwikkelcirkel. Dus het thema dat we als focus gaan nemen. Deze stap duurt bewust heel kort, dus we gaan daar nog niet dieper op in. Dat is voor later. Stap 2 gaat over teamzelfsturing. We onderzoeken welke afspraken er nodig zijn om het hele proces goed te laten verlopen. Zodanig dat jij op een veilige manier kan zeggen wat je te zeggen hebt. En zodanig dat jij je eigenaarschap kan opnemen tijdens dit hele teamontwikkelingstraject. Of kort samengevat, hoe doen we het met elkaar als team? Deze spelregels zijn al een eerste oefening in zelfsturing. De inbreng komt vanuit het team zelf en ik breng ook een aantal dingen in die voor mij heel belangrijk zijn. Weet dat die spelregels heel belangrijk zijn voor het hele traject, omdat ze een veiligheid garanderen, wat nodig is in het proces. Tijdens deze derde ronde verzamelen we informatie. Iedereen krijgt de mogelijkheid om te delen over het thema dat we gekozen hebben als focus. Ik bevraag iedereen over hoe dat die zich verhoudt ten opzichte van dat thema. Het gaat hier niet over opvragen van meningen, maar wel over het delen van eigen ervaringen, van eigen waarden. Wat is nu echt wel belangrijk voor jou hier in dat team en wat je eigen behoeften. Tijdens dit hele proces van bevraging gaat er niemand reageren of gaat er niemand iets inbrengen. Het is dus geen brainstormen en het is geen discussie en het gaat ook niet over gelijk halen. Waarover gaat het dan wel? Wel, het gaat over delen vanuit jezelf, in alle veiligheid. En door het proces op die manier zijn gang te laten gaan, ontstaat er iets speciaals. Je herkent je in andermans verhaal, je beseft dat je niet alleen staat en je leert elkaar beter kennen. En dat creëert een band. Dat genereert veiligheid en vertrouwen. En dat is juist het fundament van een goed draaiend team. Dat is die veiligheid en dat vertrouwen. En die band. Net zoals jij en ik een identiteit hebben, hebben teams ook een identiteit. En tijdens deze ronde gaan we op ontdekkingstocht naar onze teamidentiteit. Wie willen we zijn als team? Vanuit alle informatie die we tijdens de vorige ronde verzameld hebben, gaan we kijken naar wat er gemeenschappelijk is. Wat bindt ons? En we gaan ook kijken naar de verschillen. We gaan ook stilstaan bij de volgende vragen. Hè. Wie zijn we als team en wie willen we zijn als team? Waar lopen we als team tegenaan en welk nieuw patroon willen we doen? Of kort samengevat, wat zijn onze ontwikkelingsuitdagingen als team? Tijdens deze ronde ga ik met behulp van verschillende oefeningen jullie daar meer duidelijkheid over laten krijgen en meer helderheid over laten. En wanneer dat die teamidentiteit verder uitgepuurd is, wel, dan geeft dat voor de mensen een thuisgevoel. Want weten wie dat je bent, ook als team, dat is de common ground. Dat is eigenlijk het gemeenschappelijke raakvlak waarin iedereen zich kan herkennen. En dat genereert eigenaarschap. Mensen gaan bereid zijn om hun eigen verantwoordelijkheid op te nemen in het team. En dat is ook weer nodig in een goed draaiend team. Als team zitten wij ingebed in een groter geheel. En een groter geheel, dat kan zijn jouw bedrijf, of de organisatie waar je in werkt. Dat kunnen je klanten zijn, je stakeholders, dat kan zelfs de maatschappij zijn. En voor onderwijs, groter geheel kan bijvoorbeeld zijn de leerlingen of de ouders. Tijdens deze ronde gaan we onderzoeken wat het effect is van wie dat wij zijn als team. Denk aan de teamidentiteit die we daar straks verder uitgepuurd hebben. Wie we zijn als team, wat is dan het positieve effect op het grotere geheel? Als wij onze teamidentiteit ten volle beleven, wat is dan het positieve effect op onze andere collega's? Wat is het positieve effect op onze klanten, op andere bedrijven of organisaties, op onze stakeholders? Ook voor onderwijs, hè. Als je je teamidentiteit beleeft,
Wat is dan het positieve effect bijvoorbeeld op de leerlingen? De bespreking van dat grotere geheel, dat creëert zingeving. Want je beseft dat door persoonlijk te ontwikkelen, dat je een effect hebt op de ontwikkeling van je team. En als het team ontwikkelt, dan heeft dat een effect op de ontwikkeling van het grotere geheel. Dus merk je die gelaagdheid die erin zit. En dit is ook het goede moment om de missie uit te diepen. Waar gaan we voor als team? Waar staan we voor als team? Wat hebben we als team te doen? En je merkt ook dat deze stap hier, wat we hier gaan bespreken, die missie, dat dat eigenlijk het individuele, het persoonlijke overstijgt. Het steunt eigenlijk op de common ground, op de teamidentiteit. Tijdens de vorige stappen hebben we dus die teamidentiteit uitgepuurd. Het is duidelijk voor ons wat onze missie is. En nu is het tijd om die missie te concretiseren. Hoe gaan wij als team, en vanuit wie dat wij zijn als team, onze missie concreet gaan realiseren? En dit resulteert dan in een teamproject. Merk op dat dat project ontstaat van binnenuit. Het wordt niet van buitenuit opgelegd, maar er is iets dat gegroeid is van binnenuit. En dat project ervaren de mensen als duurzaam en zingevend. En dat geeft keiveel energie. Tot slot kijken we nog naar het afgelopen traject. We reflecteren over de zelfsturingsvaardigheden van het team. Hoe hebben we samengewerkt als team? En in hoe dat we samengewerkt hebben, wat ging er goed en wat kan er beter? Dus wat hebben we nog te leren? En we gaan tenslotte ook nadenken over hoe we elkaar kunnen aansturen, zodanig dat we niet meer het oude patroon doen. Dus dan wordt het team zelfsturend. Dus dat wil zeggen dat je je mensen, je collega's, kan ondersteunen, zodanig dat het team het nieuwe patroon blijft doen en niet meer terugvalt in dat oude patroon. Tot slot doen we nog een rondje en checken we uit en sluiten we af. Dus die zeven stappen zijn de zeven stappen van de ontwikkelcirkel. Nu, de ontwikkelcirkel zelf is ingebed in een volledig teamontwikkelingstraject. Meestal starten we met communicatietraining, een aantal dagen communicatietraining, dan één of maximum twee dagen ontwikkelcirkel, dus dat hangt af van de grootte van de groep. En daarna zijn er nog opvolgsessies voorzien om te zien hoe het team omgaat met de nieuw verworven inzichten. Wil je meer informatie weten? Wel, kijk dan gerust op mijn website of mail mij of bel me voor een gratis vrijblijvend gesprek. Dag!